MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering MVV TV. Daar zijn we weer vanuit wederom het huis van Kenneth. Hey, inderdaad. En we gaan weer het beste van MVV TV plus een aantal hele grappige bloepers, of niet, Stefan? Ja, want je zou het niet zeggen, maar ook wij maken foutjes, herkennen. Ja, en vooral jij, Stefan. Nou, dat valt echt wel mee, hoor. Voordat we naar de bloepers gaan, we gaan door naar een bijzonder moment. Dat was met de piano van Sammy Maier, hè? Hij kon heel goed piano spelen. Speel jij piano? En zou je dat voor ons willen doen? Ja, ik kan wel een beetje piano spelen, dus... Ja, we gaan hier even terug naar het eerste seizoen dat wij MVV TV maakten. Was dat het eerste seizoen? Dat was het eerste seizoen, okay. Ja. Toen maakten we een heerlijk item met de Martina's, die over elkaar vragen beantwoorden met een schot ertussen. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment, ik weet niet wie het over wie zei, maar er kwam de vraag, waar is de ander bang voor? En toen werd dit antwoord gegeven. Oké, okay. En wat denkt u tot die opgave geschreven? Wat denk je? Ook hetzelfde, denk ik. Hetzelfde? Ja. Kijk maar eens bij elkaar, klopt het? Nou, we hadden een jeugd bij MV, al een teamgenoot. En we gingen altijd met hem samen naar de training. Maar voordat we naar de training gingen, gingen we hem ophalen en kwamen bij hem thuis. En die hadden een klein hondje. En Shamal die stond in de gang en dat hondje die rent op hem af en die begon hem in zijn been te bijten. En sindsdien heb ik het gevoel dat hij bang is voor kleine hondjes. Want elke keer als we kleine hondjes tegenkomen, dan loopt hij met de boog eromheen. Ja, wat me heel erg bijbleef is koken met Maxime Guns. Hij kende anderen niet. Dus voor mij was het een klein beetje een inkoppertje om een leuke grap te maken. Hebben jullie een bekende kok in Nederland? André Rieu, ken je? Ja, dat zegt me wel iets. Ja, dat is bij ons echt een topkok. Nou. Hij doet ook eens op een muzikant en zijn vrije uurtjes. Nou, dat kan ik niet. Nee? Dat kan ik niet. Nou, André Rieu, hier kun je iets van leren, pik. Ja, wat ook leuk is, zijn de battles, de FIFA battles met de spelers. Want hun zijn er heel erg gemotiveerd om van elkaar te winnen. Ja. En Dogan en Charmaine moesten geloof ik tegen elkaar. Ja. Dogan verloor en hij moest deze strafopdracht doen. Mond open. Eten, 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 eten. Hey, eten, doe. Eten. En je moet raden wat het is. Oké, dit is weg. Stap, volgende. Nee, wat is het? Ik weet niet. Oké, volgende. Oké. Wacht. Maar waarom ging je niet met de ergste? Nee, dat is niet leuk. Dan komt de tweede. Hé, kouwe. Kom, doe. Hey, dat is dingen, dat is heet. Dat is pikant. De laatste, en dan heb je het gehad. Kom op. 3, 2, 1. Dat is ook iets pikants, man. Oh my god, geef water. Ja, Kenneth, en we zijn aangekomen bij het moment dat we onze eigen bloopers gaan bekijken. Ja. Want, niet alle, want we hebben superveel beelden, ja. We hebben selectie gemaakt, maar... Precies. Maar goed, elk kwalitatief goed programma heeft natuurlijk bloopers in de la liggen. Wij ook. En we beginnen de serie bloopers met toch wel een gouden moment. Dat was de tweede aflevering die we maakten samen. En wij stonden op een trappetje het intro te doen. En op de achtergrond waren de spelers aan het trainen. Ja. En wij moesten constant moesten we dat opnieuw doen. En constant begon jij met de tekst goeiedag, goeiemorgen. En volgens mij hebben die spelers achter ons hebben wel 30 keer die tekst gehoord. Goedendag, en je kijkt weer naar een gloednieuwe aflevering van MVV TV. Aflevering 2 alweer, Stefan. Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n hele goede maand achter de rug. We hebben een aantal nederlagen achter elkaar. Maar we hopen dat natuurlijk met een aantal thuiswedstrijden die komende maand volgen... Goedendag en u kijkt naar een gloednieuwe aflevering van MVV TV. Goedendag en u kijkt naar een gloednieuwe...
Goedendag en ik kijk weer naar een gloednieuwe aflevering van NVV TV. Goedendag en ik kijk weer naar een nieuwe aflevering van NVV TV. Een hele goede dag en welkom bij de tweede aflevering van NVV TV. Goedendag en welkom bij de tweede aflevering van NVV TV. Stefan, wat gaat het worden? Goedendag en welkom bij de tweede aflevering van NVV TV. Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van NVV TV. Goedendag en u kijkt weer naar een gloednieuwe aflevering van NVV TV. Goedendag en u kijkt weer naar een... Goedendag en u kijkt weer naar een gloednieuwe aflevering van NVV TV. Goedendag. Goedendag en welkom bij een... Goedendag en... Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering. Goedendag. Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van NVV TV. En deze. Goedendag. Steven. Nou ja, Steven, jij zegt iets voor mij, maar ik denk dat jij er ook wel van kan. Hoe is het? Ja, goed, dank je. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Goed hoor. Dit is jouw zaak. Ja. Jouw eigen zaak. Inderdaad. Sinds wanneer? Sinds november. Mm-hmm. Vorig jaar, inderdaad. Oké, ja. Okay. En dat is natuurlijk, je bent prof, ja. Profvoetballer en je hebt gewoon je eigen... Nee, we gaan hem even opnieuw doen. We gaan niet, ik loop helemaal vast. Hij is nog steeds de snelste man ter aarde. Nee. Ja. Hij is nog steeds de snelste man ter aarde op aarde. Die een trouwe sponsor is van MVV en vandaag een beetje in het zon... Oh, jammer. Hij is nog steeds de snelste man ter 68 kilometer. Nee. Ja, en dan gaat de presentatie al niet top. Komen de sproeiers ook nog in beeld. Hij is nog steeds de snelste man op aarde met zijn fiets achter een racewagen. 268 kilometer per uur reed Fred Rob. Dat kan niet. Ik wist dat de zonstralen waren. Oh. Het beheren van de eet en ver en eet en... En natuurlijk door het geld op te halen met, van donateurs. En wat ging ik nu nog verder zeggen? En het, door het geld op te halen... Nee. Geld op te halen met van donateurs. Dus hier hebben we afgesproken met iedereen. Kut. En wij gaan testen hoe precies gezet... Wij van NVV TV zijn uitgenodigd om te... Graaf van NVV Maastricht. En nee, kut. En hij is ook nog een fanatieke, eerst supporter. En... Ja, dames en heren, dat was weer een kijkje bij Frank Kerboes als huidfotograaf. De gebroeders hebben de Gold Cup overleefd. We gaan het daar natuurlijk over hebben. De toekomst van MVV. Nee, dat is kut. En we gaan het hebben over de Gold Cup, want dat is pas geleden gebeurd geweest. Oh fuck man, wie is er voor zin in nu gedaan als dit hier? Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. En vandaag gaan we het hebben... Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van NVV TV. En vandaag gaan we in gesprek met de gebroeders Martina. Onlangs spelen ze... Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van NVV TV. Vandaag gaan we in gesprek met de gebroeders Martina. Ze zijn... Ja, laat maar, de Virgo geworden. Fuck it, gek. Ja, dat was toch wel lachen. Ze zien je maar, Kenneth. Ondanks de coronaperikelen valt er toch nog wel wat te lachen. Althans, wij hebben goed gelachen erom. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja, daar gaat het ook om als wij maar plezier hebben. Ja, de rest, precies. Maar ja. Het was leuk, leuke aflevering. Heb jij een idee voor MVV TV in de coronatijd? Laat je brein werken en zet het onder in de opmerkingen jouw idee. En wie weet kiezen we die uit en gaan we die gewoon doen. Ja, en voor de rest resteert ons om u te bedanken voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, dinsdag om 7 uur. Bye bye. Doei. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.